close, I'm done. Yo mensen, fijn dat je weer kijkt naar deze gloednieuwe video. En vandaag gaan we weer lekker een potje knallen op de game Black Ops 3. En we spelen met de M8A7 op dit moment. En het is een demolition potje. Wel, op dit moment is er een demolition double XP weekend daar. Ja, weekend of dag of week, ik weet het niet wat het is. Maar op dit moment is de game mode de demolition in double XP. Maar nee, ik heb er niet veel meer aan, maar ik ben al die level 1000. Maar ik zal even kort uitleggen wat demolition is. Want demolition is niet... Ah shit. Het is niet echt zo'n populair game mode. Want demolition is, je hebt een A-bom en een B-bom. En de enemy team, nu van ons. Ja, en nu in dit potje moet het enemy team proberen de bom te gaan planten op alle twee de... Oké. Op alle twee de plaatsen. Zoals je ziet is hij nu op B gepland en... Ja, die gaat nu helaas af. Maar het potje is nog niet afgelopen, want we hebben nog een tweede bom. Een A-bom, ja, inderdaad. En ja, die moeten ze ook nog gaan planten. Lukt het dan allebei de bommen te planten, dan win je de ronde. En dan switch je de rollen om en moeten wij dan, ja, zoals nu verdedigen. Zo, die is geowned. Ja, wel hard. Alleen moeten we die bommen gaan verdedigen. Zo, die hipfire. Ah, Jesus, ik moest even gaan concentreren hoor. Daar, ik wil niet verliezen, want zoals jullie weten, win ik altijd graag de potjes en ga ik altijd voor objective gaan spelen. Want ik haat gewoon verliezen. En ik heb de specialist ook already staan. Ik heb gekozen voor de Tempest. Vraag me niet waarom. Ik had gewoon zin om dat ding te gaan breken. En ze hebben gepland. Moeten gaan diffuseren, jongens. Moeten gaan diffuseren. Teammates, kunnen jullie diffuseren? Nee? Moet ik het zelf weer doen? Godverdomme, waar ligt die bom? Aan welke kant ligt die bom? Teammates. Oh, is hij. Ik zit helemaal te stressen en te zoeken waar die fucking bom ligt. Is hij gewoon gediffused? Nee! Oh, ik zag hem aankomen op mijn mappie. Ik wou mijn Tempest gaan activeren, maar... Is dat... Oh, teammate heb je hem? Oké. Ja. Ja, dat dacht ik al. Zo. Counter UAV inbound. Zo. UAV inbound. Zo. Be advised, hostile HCXD spotted. Bomb defused. Ja. Weet je hoe ze dat noemen? Can't confirm. Beast mode. Counter inroepen. Oh, echt. Oh, nee. Oh, ik kom mijn UAV inroepen. Roep het mijn lightning strike en krijg ik in één keer dat computertje. Ik denk dat ze hier moeten zitten. Ik weet het niet zeker hoor. Ik kan beter eerst mijn UAV. Ja, die gaat raken. Die is gefokt. En die is verpeld. Die vent is niet dood. Ja, is nu wel dood. Oh, komt er hier nog eentje via de zeker kant? Hoppa, die is ook dood. Lukt de teammate daar? Nee. Oké. Oh, achteruit. Ah, de Bressie. Als ze de Bressie gaan gebruiken, hoeveel staan we eigenlijk? 27-7. Ik vind het wel een prachtige score hoor. Ja, over 1,5 minuut. 1,5 minuut dus. Zet de ronde erop. En ik hoop dat we de ronde hebben. Dat ze nu niet die bom kunnen planten. Ja, daar was hij dus mee bezig. Gelukkig schoot ik hem eraf. Oh, lekker teammate. Infantry down. UAV hit. Infantry down. Oh. Wow, 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 wow,
Iemand loopt onderdoor hoor. In Magda 7 bleef dat heerlijk hoor. En ze gaan weer allemaal via hier komen. Teammate is dood gegaan. Even die headglitch behouden. Dat is er eentje dood. Is er nog eentje dood? De ander lopen om, de ander lopen om. Ze lopen om jongens. Zo, die vent lijkt er. Hij is dood. Roepen hier, hier, hier en... Hier heb mij. Ik weet niet of het daar had zijn, maar daar gaat hij anders dood. Oké, geen één keer al. Prachtig. Teammate. Teammate. Oh, wat? Hoe kan ik omver gereden zijn door de trein? Ik stond er... Hoezo kan die nog niet dood zijn? Haha, diepe. Ze hebben gepland. Ze hebben nog gepland in de laatste seconde. Ik moet dat ding gaan gebruiken. Echt waar, teammates, nee. Je gaat niet menen hoor. De counters is nog even snel hoor. Gewoon puur. Omdat het misschien even wel van nood situatie is. Ja, lekker teammates. Lekker teammates. Woe! 7 seconden. 5 seconden. Niet meer planten, jongens. Niet meer planten. 2, 1. Woe! We hebben de eerste ronde gewonnen met een score van 41 op 10, joh. Met de M8, joh. Wauw. Het was even nog tricky, hoor. Want we hadden maar 10 seconden meer voor die bom ontplofte. En als die bom was ontploft, dan waren we onze ronde kwijt. Maar nu zijn de rollen omgeswitcht. Want wij moeten nu de A en de B bom gaan planten. Lukt het ons niet, wordt het 1-1. En dan wie het snelst in een zo kort mogelijke tijd 1 bom kan planten, wint. Maar dan is het alleen bij gelijk spel. Ik vind het wel een leuke game mode, maar jammer dat gewoon niet zoveel gespeeld wordt. Kijk, ik ga planten, ik doe het gewoon. Ik doe het gewoon. Hoppa. En nu moeten we die bom gaan verdedigen, want ze gaan komen defuseren. Ze gaan komen hoor. Counter UAV inbound. Friendly hardened sentry deployed. Ik moet ze opwachten. Komt er alleen aan. Is dood. Ze gaan allemaal via hier komen, denk ik hoor. Let op, teammates. Zitten allemaal aan die kant van de map. Ik wacht gewoon, ik speel gewoon rustig. Ik zit niet te campen. Ik ben gewoon een beetje aan die bom. In de buurt van die bom aan blijven. Gewoon omdat ik niet wil dat ze laten defuseren. En we hebben gewonnen. Wat? Oké, we hebben gewoon gewonnen. Snelste tweede ronde die ik ooit in Demolition gehad heb. Gewoon een score van 42-11. We zijn 1 keer dood gegaan. Nog in de tweede ronde, maar het maakt verder helemaal niet uit. Dus, dit is Demolition. Ik vind het een super leuke game mode. Iedereen, heb je genoten? Doe zeker een duimpje omhoog. En hopelijk zie ik jullie bij de volgende video weer terug, mensen. Bye bye.